Het is op dit moment donderdag, begin van de avond. En ik zit in de auto met deze knapperd. We zijn onderweg naar het webhelden-diner. En dat wordt deze keer gehost door Talpa. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze avond eruit gaat zien. En het wordt vast heel gezellig. Ik neem jullie mee. Heel erg leuk, daarom heb ik dus ook extreem weinig gevlogd, maar er waren heel inspirerende sprekers en mensen aanwezig, dus we hebben lekker gekletst met iedereen, ideeën uitgewisseld en binnenkort gaan we dus bij Talpa op kantoor eens even kletsen, verder kletsen, omdat wij uiteraard vol goede ideeën zitten. Nee, dus het was heel inspirerend, superleuk. Ja, over dingen in het universum gooien gesproken, maar ik ben dus echt zo onder de indruk, ik heb een heel klein stukje gefilmd, Tim. Die is 15 jaar. Nee, ik denk dat hij 23 is ongeveer. En die was weer aan het spreken. En dat is zo'n topper. Dat is echt leuk. Die moet je maar eens opzoeken op Google wat hij allemaal doet. Die is op zijn 15 ongeveer begonnen met ondernemen. En die spreekt dan en die doet een presentatie. En voor dat soort mensen heb ik zoveel respect. Ik vind dat heel cool. Dus nou, het was een leuke avond. We hebben lekker gegeten. En ik ga nu naar huis en baby knuffelen. En Daniek, die gaat morgen ook op pad. Die moet heel vroeg op. Want die gaat op reis, as usual. Daniek is alleen maar op reis. Hey popje. Hey popje. Waar is Alexis? Waar is Alexis? Lekker al die vieze handjes op de spiegel. Maakt niet uit, dat mag jij. Dat mag jij. Kiekeboe. Hey. Laat nou eens horen aan iedereen dat jij mama kan zeggen. Niemand gelooft me anders. Ik moet het toch vastleggen, schat. Zeg dan mama. 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 Goed zo! Goed zo! Mama. 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 Hey. Ik moet er gewoon bijna van huilen. Omdat ze gewoon mama zegt. Hey. Hey. Goed zo. Zei jij het gewoon, hè? Oh, mijn poppetje. Ik ben zo trots op jou. Ik ben zo trots op jou. Oh, jongens. Ik ben emo. Ik ben zo blij. Ik hou zoveel van jou. Jullie zijn nu allemaal getuigen. Alexis is nog geen 9 maanden en ze zegt op commando mama. Haar allereerste woordje, jongens. Mama. Alexis, je moet wel ook papa zeggen. Hey, anders wordt papa jaloers. Zeg maar papa. 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 Hey. Zeg dan papa. Papa. Klinkt als bijna. Papa. Alexis, zeg eens papa. Papa. Mama, hè? Ja, mama is veel leuker dan papa. Zeg dan papa. 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 Of daddy, mag ook. Daddy. Daddy. Daddy.
Nou, nog even oefenen dan maar. Ja, met 9 doelpunten. Yay! Alright, nou, het weekend met de kids is weer voorbij gevlogen. We zijn nu nog in België en we hebben alleen maar superleuke, gezellige dingen gedaan. En ik heb niet gevlogd, ik ben het gewoon vergeten. Dat mag ook wel eens een keertje. En we gaan nu weer richting Amsterdam. Dus we gaan eventjes de auto inladen en dan... weer terug. Goedemorgen zonder zorgen. Het is maandagochtend en ik ben onderweg naar kantoor. Ik heb deze dag heel veel meetings op de planning staan. En ik moet nog wat outfits bij elkaar pakken. Want morgen heb ik de covershoot voor Kek Mama. En dat vind ik natuurlijk super spannend en onwijs leuk. Dat ik überhaupt daarvoor gevraagd ben natuurlijk. Ik weet niet of jullie Kek Mama volgen op Instagram, maar alles wat zij schrijven klopt. Het zijn echt allemaal super grappige anekdotes en stellingen en dergelijke. Dus ik draag het magazine een warm hart toe en daar ben ik dus gevraagd voor de cover en dat vind ik super leuk. En het thema van de shoot is een beetje, ik weet helemaal niet of ik dat mag zeggen, maar is een beetje Brigitte Bardot. En ik ga natuurlijk met Alexis op de foto. En dat komt super goed uit met de collectie die we hebben uitgebracht. Club Marine, zeg maar, die past heel erg mooi in dat thema. Dus ik ga wat outfits daarvan pakken. De stylist heeft het allemaal voorbereid van Kek Mama. En dan ga ik even gaan naar de kapper, mijn haar wassen. Laten feunen en mooi doen en zo. En ik moet eigenlijk ook nog eventjes een paar highlights. En dan kan ik mooi vanuit de kapperstoel nog eventjes doorwerken. En dan... ga ik vanavond denk ik nog een spraytan doen, want de shoot is op het strand. Dus ik hoop dat het morgen super mooi weer wordt. Dus dat is een beetje mijn planning. Ik sta een klein beetje onder druk, want ik heb eigenlijk niet genoeg uren in mijn dag om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En dan heb ik nog een update over Alexis. Het gaat namelijk echt met ups en downs. Dus ik denk steeds, ja, ik moet jullie even vertellen hoe het gaat. En dan gaat het weer eventjes goed en dan gaat het weer eventjes minder goed. Met haar gezondheid bedoel ik dan. Want met Alexis gaat het super. Gisteren was ze exact 9 maanden. Ze is van 19 augustus. En met haar gezondheid en haar verkoudheid en haar chronische hoesje, zeg maar, gaat het ietsje beter op dit moment. Het is nog steeds gewoon dweilen met de kraan open. Dus het is de hele tijd neusdruppelen en... ja, ze is gewoon non-stop verkouden, maar het lijkt wel alsof ze er iets beter tegen opgewassen is of zo. Dus 's nachts slaapt ze nu ietsjes dieper. Ik hoefde er vannacht maar 1 keer een kwartier uit om haar een beetje te troosten. Toen had ze echt last van haar keel. Maar ze was zo moe dat ze uiteindelijk weer in mijn armen in slaap viel. En ik kon haar zo weer terug in haar bedje leggen. Dus dat is voor mij ook een hele goede nacht. En dan heb ik zeg maar 2 keer 3 uur achter elkaar geslapen, minimaal. Dus dat is wel heel erg fijn. En toen vanmorgen heeft ze echt tot 8:30 of zo heeft ze geslapen. Dus dat is echt even nieuw. Dat is een beetje van de laatste dagen. Maar het schijnt ook dat als babytjes 9 maanden zijn, dat ze dan gemiddeld 12 uur per nacht slapen. Nou, dat hebben wij nog niet meegemaakt, maar dat schijnt dus te kunnen. Ik weet het niet. Voor mij klinkt dat net zo ongeloofwaardig als kabouters. Maar het gaat steeds beter. Het gaat überhaupt zo super goed met Alexis. Ze loopt gewoon nog niet los. Maar ze gaat echt als een speer rond de tafel. Het heeft ze allemaal een beetje uit zichzelf gedaan. Want ik had het echt prima gevonden als ze nog eventjes gewoon in kruipmodus zou zijn. Want nu is echt alles is soort van in haar bereik. Dus dan... ziet ze iets op tafel staan en dan wil ze het pakken. En dat
is natuurlijk ook wel eens een kopje warme thee of zo. Dus je moet echt ogen in je achterhoofd hebben nu, in deze periode. Maar ze is alleen maar aan het lachen. En zoals jullie hebben kunnen zien, kan ze ondertussen mama zeggen op commando. En ze zegt dus ook af en toe papa. Maar dat is echt alleen sporadisch. Ik weet niet of ze door heeft dat ze het echt zegt. Ik denk wel dat ze door heeft dat ik het extreem leuk vind als zij mama zegt. Dus dan ziet ze dat blonde moederfiguur heel erg schreeuwen en joelen en kusjes geven en zo. En denkt ze, nou, volgens mij vindt die vrouw het onwijs leuk als ik mama zeg. Dus dat doet ze steeds vaker. Dus dat, nou, vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus het gaat verder hartstikke goed met haar. Groeit als kool. Ik ben continu nieuwe kleertjes voor haar aan het kopen. En nou, dat was het, denk ik, de update. Wat een mijlpaal dat ze gewoon mama zegt en dat ze loopt. Dat is toch niet normaal? Ze is net 9 maanden. Oké, ik ben bijna op kantoor. Ik spreek jullie later. Zo, nou, dat was eventjes rennen, vliegen en haasten. Maar ondertussen ben ik beland bij Cosmo. Dus gaan we even aan de slag met mijn haar. Zo, ik heb Alexis opgehaald. Die is lekker aan het zwaaien met mijn lookbook. Zoals jullie kunnen zien. Zo. Mooi, hè? Oh, wat mooi allemaal, Lexi. Die heeft echt een fascinatie voor magazines, nu al. Die verslindt en verscheurt ze. En ik ben eventjes op Nick aan het wachten. We gaan namelijk samen even wat boodschapjes halen, zodat we kunnen koken. Mijn haar is ondertussen helemaal glad. Zo. Dus er zit nu zo min mogelijk product in. Want dan kunnen ze morgen tijdens die shoot lekker ermee aan de slag. Alright, change of plans. Ik ben op dit moment, het is de volgende dag. Het is namelijk eigenlijk de dag van de shoot voor Kijk Mama. Maar wegens de weersomstandigheden hebben we deze eventjes verzet. Want het is vandaag helemaal niet zo lekker weer. Het is vandaag dinsdag. Dus de shoot is verzet naar morgen. Hopelijk kan dat wel doorgaan. De weersvoorspellingen zeggen dat het lekker weer wordt. En we fotograferen buiten op het strand. Dus dat is gewoon echt heel erg weersafhankelijk. Ik heb gisteren natuurlijk wel lekker mijn haar gedaan bij Cosmo. Dus ik heb een lekker frisse koep. Zoals je kan zien. En ik ben ondertussen beland bij Jennifer. Want ik had net in de auto, ik was onderweg naar een afspraak, had ik ineens een ingeving dat ik weer een pony zou willen. Maar niet geknipt in mijn eigen haar, gewoon een hairpartje. En daar is Jennifer natuurlijk super in. Dus ik heb Jen gebeld en die zijn meteen voor mij aan de slag gegaan. En volgens mij, ik heb net even gespiekt, wordt het echt heel erg leuk. Ik ga jullie laten zien hoe we dus van A tot Z een perfect matching op maat gemaakt haarstukje maken. Waarmee ik dus kan afwisselen van pony naar geen pony, et cetera, et cetera. Dus ik heb hier helemaal zin in. Ik vind het super leuk. En ik denk dus ook heel erg leuk voor op het strand morgen. Met een ponytje, lekker Brigitte Bardot-achtig. Ik laat jullie ook even de salon zien. Kijk, hier wordt alles stiekem behind the scenes. Hier wordt alles gemaakt, gewassen en gekleurd. Ik hang hier leuk overal als ambassadrice. Ik ga even kijken of Jen er is. Overal haarstukken. Daar hangt mijn knappe vriendin Jamie. Even stiekem gedag zeggen. Dat vindt Jen helemaal niet vervelend. Hallo! Ik kom even binnenvallen hoor. We gaan een supermooi haarstukje maken. Ja. Voor mij, voor een shoot van morgen. Maar eigenlijk wil ik hem gewoon ook voor de rest van de zomer. Okay. Met een pony. Oh leuk, spannend. Yes, dus ik heb net al een beetje gezien. En het wordt echt heel erg leuk. Nou, leuk. Dus fijn dat ik even binnen kan komen vallen last minute. En, ja, zometeen wil iedereen niet alleen een V-partje, maar ook een ponytje. Jen. Okay. Dus je gaat waarschijnlijk een heleboel telefoontjes krijgen van iedereen die dit ziet. Want het wordt echt onwijs leuk. Ja, is goed. Nou, ik ga het aan ze laten zien. Ga je maar verder werken. Doei! Nou, gezellig. Kijk, Sylvana heeft net iets op kleur gemaakt voor mij. Dit is vrijwel de perfecte kleur. Dat heb je echt heel snel gepiept. Inclusief een klein beetje uitgroei, zoals je kan zien. En hij is dus nu nog niet geknipt, dus nu is hij nog lang. Dit is een beetje het idee. En we gaan hem dan nu perfect in een pony knippen. Ik heb dus ook nog, je ziet hier precies het kruintje zitten. En heb ik ook nog haar wat je zo mooi naar achter gooit. Dus
ik ga kijken of we dat dan zo... Ja. Dit is toch cool? Dan laten we de achterkant ietsjes langer. En die meleert dan mooi samen met mijn eigen kapsel. Maar, nou, dit is toch te gek. En ik wil dat het zo'n beetje om mijn gezicht heen valt. En dat het hier ietsjes korter is. Dus dat gaan we straks knippen. Maar dan zien jullie in ieder geval de tussenstand. Dit is het nu. Klaar om te knippen. We hebben hem nog ietsjes donkerder gemaakt. De uitgroei. Zodat hij nog beter past bij mijn eigen haarkleur. Maar je ziet nu al dat dit heel cool gaat worden. Had ik dus een pony en die ziet er dus zo uit. Het is echt nog mooier dan dat ik in mijn hoofd had. En we hebben hier die plukken even wat langer gelaten, zodat je die ook mooi kan wegsteken. Nou, I'm vibing Brigitte Bardot. Dit is helemaal, dit was de missie en die is geslaagd. En zo heb ik dus een pony en dan eventjes voor de duidelijkheid, ik kan het ook wel met één hand even demonstreren. Mijn eigen haar is dus niet geknipt. Zo grappig, jullie proberen altijd weg te stappen, maar ik zie jou gewoon in de spiegel hoor. Zit dus met vier clipjes, zit hij vast. Met één hand een beetje lastig. En dan... Heb ik gewoon weer mijn eigen haar. Dus zo makkelijk is het dus om iedereen voor de gek te houden. We gaan nu eventjes de kleur nog even perfectioneren. En dan neem ik hem mee naar huis. En dit is het. Eindresultaat. En ik ben er echt super blij mee. En ik kan natuurlijk gewoon afwissen. Ik kan mijn haar ook lekker losdragen. Maar ik wilde vooral deze look kunnen creëren. Met een knot of een staart in. En dan hele mooie bangs. Dus er zit ook echt onwijs veel volume in. Ik ben er echt helemaal happy mee. Top meiden. Heerlijk. Superleuk. Alright. En ondertussen zit ik in de taxi onderweg naar de Lerop. En daar is een... diner georganiseerd door Friends of the Brands van Coravin. En dat is die speciale wijnopener. Die heb ik wel eens laten zien. Daar ben ik nogal fan van, samen met Nick. Mega goede uitvinding. En dan gaan we gezellig samen eten bij Bordeaux. Dus daar heb ik heel veel zin in. Jamie is er ook gezellig. Dus ik zal jullie het een en ander laten zien vanavond. Laat jij eens even zien hoe die open gaat, die fles. Ik voel gewoon echt een keer. Naar beneden duwen. Of een glas wijn. Helemaal omhoog. Trigger aan het einde. Trigger aan het einde. Met een glas wijn. Gebeurt er niks. Als jij niks doet, gebeurt er niks. In het begin, glas wijn. Glas los. Tada! Wat is dit? Als een pro, bijna. Oké, doe maar. Kijk, nou gaat ie. Je hoeft Jamie niet te vertellen wanneer de glas vol zit hoor.
Zo kreeg ik dat. Even naar ze gewoon. Ja. Maar dit was de eerste keer. Dit was de, jouw eerste keer. Ja. Dit is dus de nieuwe versie van de opener. En die heb ik nog nooit gebruikt. Ik pak even jouw glas hoor. Dat is goed. Ga je gaan. Ik heb hem daar wel al in gekregen. Kijk eens, kijk eens. En met de Bluetooth versie. Knap. Mm-hmm. Oh, deze is wel echt heel... Super schoon. Ik zou hem daar, ik zou hem, wat je net deed, wat jullie deden, ik zou hem één keertje drukken, dat is wel heel goed. Ja. Een klein glaasje. Ja, dat is wel. Nou, dat is wel. Je ziet wel eens een restaurant, dat ze de hele avond oplassen. Ja, dan is de circulatie. Dat doe je. Je drinkt sneller dan je schenkt. Maar... maar het is wel gelukt. Cheers. Proost. Het is alweer het laatste gerecht. Het was en heel gezellig en heel erg lekker. Zeg eventjes gedag tegen mijn nieuwe vriend. Het is JJ. Ik zit in een vrouwenvlog. Dat vind ik hartstikke gezellig. Hij maakt mannenvlogs voor echte mannen. Zeggen ze. Nou, daarmee zeg ik niet dat ik zelf een echte man ben. Ik vind hem best stoer en angstaanjagend. En spierballen. Zo. Helemaal bezakt in bladen. Gaan Alexis en ik naar onze fotoshoot. We gaan naar Zandvoort. Leuk hè? Leuk hè? Ondertussen in de mooie maakstoel. Zo, met de crew. Alexis doet het hartstikke goed. Kijk, er shine. Bizar trotse mama. Alexis deed het echt super tijdens deze shoot. Daarnaast sliep ze onderweg hier naartoe, precies zoals gepland. En ik heb net alles weer ingepakt en Alexis zit hier naast me voorin in de maxicozy. En ze gaat nu gewoon weer lekker slapen. Dus sinds de hele shoot is ze actief geweest en happy en blij. En nou ja, precies wat de fotograaf zeg maar wilde van haar, dat deze. En nu is ze gewoon weer aan het tukken. Ik heb zo'n lieve, blije, vrolijke baby op de wereld gezet. Ik ben daar zo blij mee, jongens, en dankbaar. De foto's zijn beyond mooi geworden. Ik kan nog steeds niet helemaal beseffen dat ik dus op de cover kom met mijn meisje. Dat is toch een droom die uitkomt. Het is echt zo leuk dat ik daarvoor ben gevraagd. Dus ik kan niet wachten tot ik alle foto's ontvang. Natuurlijk ook de foto's die het allemaal niet zijn geworden. Want we hebben echt, ik denk, 100 beelden geschoten. Die krijg ik
natuurlijk ook toegestuurd, want er waren echt te veel schattige foto's van Alexis natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd welke het gaat worden voor de cover en ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Als het goed is komt Kijk Mama volgende maand uit, dus nog heel eventjes geduld. En nou ja, jullie hebben wat behind the scenes beelden gezien van de shoot van vandaag. Het was echt heerlijk weer. We waren bij Bernie's Beach Club in Zandvoort. Zeker een aanrader om naartoe te gaan. Ook very kidproof. Eten was er ook lekker. Nou ja, dus een hele geslaagde dag. Echt, mijn dag kan niet meer stuk vandaag. You gotta focus on the past.